Strijders, welkom bij alweer de derde aflevering van FIFA 18 Tips en Tricks. Met in deze video de trick die nu al mijn favoriete trick van FIFA 18 is. De zijwaartse dragback, ook wel de dragback achter het standbeen genoemd. En denk je nou naar deze video, ja, dit is nou echt top, dit is handig, ik vind het leuk. Heb je er wat aan? Is het misschien zelfs al jouw favoriete trick geworden na deze aflevering? Doe sowieso een duimpje omhoog, zou ik fantastisch vinden. En wil je niks van deze tips en tricks missen, abonneer je eventjes gratis op mijn kanaal. Linkje staat ook hieronder in de beschrijving. En elke speler in de game kan deze dragback. Je kunt stilstaan, je kunt rustig lopen. En het enige dat je ervoor hoeft te doen is de R1 knop in te drukken. En de linker analoge stick naar achter en vervolgens of naar links of naar rechts in te houden. De timing van deze trick is heel belangrijk, al moet ik erbij zeggen dat hij op echt elke plek op het veld kan. Het is belangrijk dat je de sprintknop in elk geval niet inhoudt, dus sta stil of loop rustig, zoals je in deze voorbeelden veel terug ziet komen. Je kunt hem op het middenveld vaak doen om je lekker vrij te spelen, net die vrije ruimte in te lopen. Je kunt hem in de richting doen van een vrije medespeler om daar makkelijker terecht te komen. Aan de zijkant is het een heerlijke truc zoals hier met Neymar, waar je heel doelgericht vervolgens op de as van het veld door kunt lopen. Ik vind hem het allerlekkerst en het allerbruikbaarst, het allergevaarlijkst in de buurt van de 16. Met je skilled players zoals Ronaldo en Neymar kun je jezelf heerlijk vrij spelen voor een schot. En het is wel extra lekker als je spelers dan ook nog eens tweebenig zijn, zodat je naar zowel je linker als naar je rechterbeen kunt. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat je na die dragback af gaat vuren. Maar uiteindelijk moeten er natuurlijk doelpunten gaan vallen en daar moet je soms een klein beetje geluk bij hebben. Zoals bij deze goal van Neymar, maar dat dwing je ook een klein beetje af. Zoals met dit soort spelers Neymar en Mkhitaryan te schieten. 5 sterren hebben ze voor hun zwakke been. Nog viezer vind ik deze trick als je hem gebruikt terwijl je al diep in iemand 16 bent. Zoals hier met Cristiano Ronaldo, natuurlijk ook een geweldig linkerbeen. Dat is echt het meest vernederend. Maar wat ik jullie vooral wil laten zien, is dat je met deze trick, met die zijwaartse dragback op de dragback achter het standbeen, juist dat kleine gaatje kunt vinden bij die verdediging die juist zo vol staat. Als je zo'n volle 16 hebt, zo'n ploeg die met 8 man daarachter staat, kun je met deze trick dat kleine gaatje vinden om, zoals bij Lukaku, net voor dat goede been te krijgen. Dit was het alweer voor deze tips en tricks video. Heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Belangrijk! Welke tip of trick wil jij in de volgende video zien? Laat me dat weten in de reacties hieronder. De reacties met de meeste likes of met de meeste reacties daar weer op, die ga ik behandelen in de volgende video's. Dus laat me dat weten. Vond je het een handige video, een leuke video? Doe zeker een duimpje omhoog. En vergeet je natuurlijk niet gratis te abonneren op mijn kanaal. Linkje staat ook in de beschrijving. Nogmaals bedankt. Tot de volgende keer. Adios. Ciao.